En hier is Sagan tegen de grond gegaan. Is net weer rechtgekreffeld. Daar zien we ook Julien Vermoten met het nummer 15. Daar zit ook tegen de grond voor Astana Oscar Gatto. Dat is ook een van de subfavorieten. En een goede geest wil ze allemaal helpen. Ik denk dat ook Kiers daar staat. Het is dus ook Sagan overkomen. Pech hebben. Daar gaat hij eens even checken bij Gatto hoe het met hem gaat. En hoe is dat dan gebeurd? Daar ergens... rechts in beeld, daar midden op de rijweg. En renner van Age du Désert kwak met zijn helm tegen de macadam. En is Sagan nu pas weg? Ja, dat is over en out. Pfingsten is de man die hem op pad helpt. Ai, en dan nog op de verkeerde manier. Hij is nog niet helemaal opgelost. Kiers die daar nog altijd staat, op rechts. Is er wat aan de versnellingsapparatuur? Of is het vooraan te doen, de rem, of wie zal het zeggen? Gaat hij dat zelf allemaal oplossen? José? Ja, het is over en uit. Dan moeten we nog niks meer spreken natuurlijk. Dus